Voorzitter, jury, dames en heren. Ik ben reeds voorgesteld, ook als kandidaat. Toch wil ik even te zeggen dat ik een van de twee ben die het bedrijf leiden. Want dat net zo goed de ander hier had kunnen staan. En we hebben gewoon met elkaar afgesproken dat ik het zou gaan doen. Nog wel even de excuses voor mijn stem misschien. Ik ben wat verkouden, zoals je zult merken. En ik hoop dat dat geen belemmering zal zijn om iets te vertellen en ook de vragen te beantwoorden. Graag wil ik eerst iets over Rood Testhaus vertellen, zodat u wat op de hoogte bent van wat wij doen, wat de problematieken daarin zijn. En dan zullen we dat zo onderweg aanstippen. Een bedrijf begint op basis waarvan. En dat is in feite bij ons gebeurd op basis van een stukje ervaring. Dat zal meestal het geval zijn. Ervaring bij verkoop van testsystemen, zodat je met die markt in aanraking komt. Testsystemen voor het testen van elektronische componenten. En daarbij, die ervaring, merkten we dat eigenlijk de problemen begonnen en de moeilijkheden begonnen als een testsysteem was aangekocht. Testprogrammatuur en de kennis en de know-how die daarvoor nodig is, zagen we vaak als een groot probleem bij de klant. Vandaar ook de gedachte, het idee om te starten met een service voor de markt gericht op deze doelgroep. En in 1976 werd binnen CRO BV een afdeling gestart. Allereerst als ondersteunende afdeling voor de verkoop. Daarna kwam al binnen korte tijd eigenlijk naar voren dat het een hele aparte business was. En we zijn daarom ook binnen het jaar apart verder gegaan als aparte afdeling. Het paste eigenlijk niet binnen het beleid van het bestaande bedrijf. En daarom werd ook met goedvinden van de directie werd ook een afsplitsing gemaakt. En zijn we met z'n tweeën begonnen op de Veluwe. En eigenlijk wel een beetje trots achteraf. Want je hoort aan die Amerikaanse verhalen met het beginnen in een garage. Nou, wij zijn in een oud schoolgebouw begonnen met een klas als laboratorium en een lerarenkamer als kantoor. Het begon in Wapenveld, gemeente Heerde, 13 kilometer onder Zwolle, om eventjes nauwkeurig te zijn. Daar begon het hele stuk. En wat we merkten is eigenlijk dat in Nederland de markt nog niet rijp genoeg voor was. En we moesten als zeer kleine onderneming ons allereerst gaan presenteren in het buitenland en dat was Duitsland. Duitsland was verder als Nederland en als de omringende landen op het gebied van de kwaliteit. En dan spreek ik over 10 tot 11 jaar terug. Het enige probleem was het feit dat wij als Rood Testhaus absoluut geen naambekendheid hadden in dat land. En je moet heel wat doen om dan je product te gaan verkopen. En zeker een dienstverlenend bedrijf die eigenlijk pas na jaren, als men er ervaring mee heeft, kan aantonen dat het een succes is, ja of nee. Het duurde dan ook zo ongeveer een half jaar alvorens we de eerste order konden krijgen. En helemaal in Zuid-Duitsland. Allerlei problemen moesten worden opgelost. Problemen die je niet zou verwachten binnen een EEG waren toch grote problemen met transport van de micro-elektronica circuits over de grenzen. Dit was een groot struikelblok voor ons. We hebben er ook minstens een half jaar over gedaan om dit vergunningenstelsel voor elkaar te krijgen, waarin we jammer genoeg moeten constateren dat zelfs Nederland niet bereid is geweest om als eerste de zaak op te lossen, maar dat Duitsland er is geweest die de eerste vergunning af ging geven. In 1982, 3 jaar na de verzelfstandiging, kwam het doorbraak op de markt in zicht. We kregen vertrouwen en we zijn gestart. Uiteraard, je hebt geld nodig. En op zichzelf is dat ook een vrij moeilijk punt als startende onderneming. Wij hebben dan ook een verkooplijn naast ons eigen product, de service, genomen om vandaar uit die middelen de zaak op te kunnen starten. En in 1982 zagen we de doorbraak en in 1983 konden we dan ook die verkoop van apparatuur aan de kant schuiven om ons helemaal te richten op de service die we eigenlijk voor ogen hadden. De vraag werd groter. Dat krijg je als het goed gaat, maar ook de eisen die namen enorm toe. En in 1984 werd een nieuw investeringsplan opgezet.
Naast de grote groei van het aantal medewerkers van 63% in 1984 en 43% in 1985, ofwel van 40 naar 93 medewerkers, werd in diezelfde periode voor circa 15 miljoen geïnvesteerd in hoogwaardige testapparatuur en ook in informatieverwerkingsapparatuur. Het zou duidelijk zijn dat ook daarbij veel aandacht nodig was voor de organisatie. In 1985 verkregen we het CCC kwaliteitserkenning. CCC is een Europese overkoepelende normstellende instantie voor de industrie. En het inspectoraat zit bij de KEMA in Heidelberg. Ook in hetzelfde jaar werd de gehele organisatie op aquaniveau gebracht voor defensieopdrachten. In 1986 heeft een herstructurering plaatsgevonden ten behoeve van de gang naar de parallelmarkt, waar inmiddels is gerealiseerd. Momenteel zijn circa 100 fulltime medewerkers in dienst en de oprichters, de heer Bijsterbos en ik, voeren daarvan nog steeds de directie. De activiteiten van het testhuis ligt in het in opdracht uitvoeren van testwerkzaamheden aan elektronische circuits. Daarvoor is kennis en kunde nodig en hoogwaardige testapparatuur en een afgestemde infrastructuur. Besteld, zegt het testhuis, ligt in het feit dat foutloos ontwerpen en fabriceren van elektronische circuits een utopie is. En dat daardoor de gebruiker van die IC's risico's loopt bij het toepassen daarvan. En de testhuis levert die service applicatiegerichte risico's helpen op te sporen om vervolgens door middel van preventieve maatregelen de risico's in te perken, hetgeen een kostenverlagend effect heeft, een beter eindproduct oplevert en een beheersbaar productieproces. Natuurlijk zijn de te nemen preventieve maatregelen afhankelijk van het gebruiksdoel van het eindproduct. Zo zal het duidelijk zijn dat een IC en een televisietoestel, dat daar de gevolgkosten en de gevolgen als er iets kapot gaat minder zal zijn als in een satelliet. Als we naar de markt kijken voor ons, de toepassingsgebieden voor elektronische circuits worden met de dag groter en overal heeft of krijgt men te maken met betrouwbaarheidsaspecten van ontwerp, toegepaste circuits, productie enzovoort. En voor die activiteiten van het testhuis betekent dat een grote spreiding van haar activiteiten over de verschillende marktsegmenten. Dit heeft een sterk stabiliserend karakter. De activiteiten van het testhuis liggen voor een groot deel bij de gebruikers van elektronische circuits. Dit zijn fabrikanten met een bepaalde vrijwel vaste en in ieder geval niet snel variërende productiecapaciteit die effectief ingezet dient te worden. We zien dan ook dat de grote golfbeweging waarmee de chipfabrikanten te maken hebben en waar we veel van lezen, met name in Amerika, als gevolg van het uit fase lopen met de marktvraag, wordt als gevolg van die stabiliserende werking van de productiebedrijven voor ons de activiteiten en die grote golfbewegingen sterk gedempt. We hebben daar met andere woorden minder last van. De huidige malaise in de chipindustrie betekent niet namelijk een verminderde groei in de toepassing van elektronische circuits. De opdrachtgevers stellen naast hoge eisen aan de uitvoering ook duidelijk hoge eisen aan de geheimhouding bij ons. Onze activiteiten zijn namelijk vaak nauw verbonden aan nieuwe ontwikkelingen binnen die bedrijven. We moeten daarom ook vaak overeenkomsten ondertekenen waarin wordt verklaard dat geen informatie naar buiten zal gaan. Als we in de toekomst kijken voor ons bedrijf, dan zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen. En een van de belangrijke ontwikkelingen is de maatchip, ofwel de custom IC. En op dit moment ontstaan veel nieuwe activiteiten, ook met name in Nederland. We zien gelukkig in Nederland dat daar veel ontwerpbedrijven ontstaan. Er ontstaat ook, hebben we laatst gelezen, een packagingbedrijf. Allemaal serviceverlenende bedrijven. En wij zien dus ook samen met dat soort bedrijven in een samenwerkingsvorm een goede positie en uitgangspunt voor de Nederlandse industrie, ook voor de export. En op dit moment zijn we ook in vergevorderd stadium en dit soort samenwerkingsprojecten. Het laboratorium is momenteel geschikt om deze ontwikkelingen van de custom IC te kunnen volgen. We hebben zeer en de meest geavanceerde testapparatuur voor de elektrische metingen en ook voor mechanische metingen.
We zien dan ook in feite de toekomst goed en gunstig tegemoet. Met name ook op het gebied van die nieuwe ontwikkelingen in Nederland. En we hopen ook dat eens, we hebben er al eens een keer eerder geprobeerd, een aantal jaren terug, een goede samenwerking onder de TH's op kunnen zetten. Dat we elkaar daar kunnen vinden. Het is vaak moeilijk om de industrie en zeker de universiteiten om die op één lijn te krijgen. En met name ook voor de kleine bedrijven is het vaak moeilijk. Maar we hebben nu maar de richting gekozen van om eerst met elkaar wat sterker te worden, wat groter, door samen te gaan werken. En op zo'n manier dan ook kennis die duidelijk voorhanden is en zal zijn, daarvan gebruik te gaan maken. Hierbij wil ik het graag laten. Misschien daar gaat het. Ja.